Welkom allemaal, we gaan vandaag, als dat zou kunnen, we gaan het hebben over de stad die verandert. Steden zijn niet wat je noemt statisch, niet statisch van elektriciteit, maar het feit dat er continu wat verandert. Denk maar aan Lelystad, waar continu nieuwe gebouwen neergezet worden, andere gebouwen gesloopt worden. He, er zijn steeds ontwikkelingen. Jongens, het is klaar en ik weet niet wat je gaat doen als je meteen je mond open houdt, dus graag meedoen. Verandering in de stad kun je zien aan waar mensen wonen. We gaan het dus hebben over suburbanisatie. We kijken naar waar de Randstad ligt. Dan, heel belangrijk, de opbouw van de stad. Dames, ik ga niet eindeloos waarschuwen, dit is waarschuwing 1. Europese stad, Amerikaanse stad zit op waarschuwing 2. Grote verschillen in. Een moeilijk begrip, gentrification. Als je aardrijkskunde in de bovenbouw krijgt, dan zul je dit begrip nog vaak terugzien. Dan nog zo'n lastig begrip, transnationale samenlevingen. En we sluiten af met het begrip verdichting. Allereerst. Misschien hebben jullie ooit gehoord van het begrip urbanisatie. We hebben het natuurlijk eerder gehad over urbanisatiegraad en urbanisatietempo. Urbanisatie is dus mensen verhuizen van het platteland naar de stad. Maar wat is dan suburbanisatie? Is dat naar het platteland? Precies. Mensen keren op een gegeven ogenblik terug van de stad naar het gebied eromheen, het platteland. Of in ieder geval het gebied dat vlakbij de stad gelegen is. En dat kun je op dit plaatje heel mooi zien. Suburbanisatie, urbanisatie. He, alle twee staan ze erop. Van de stad naar het platteland en de dorpen en steden eromheen. Meneer, ja. Mag ik het raam? Nee, blijft openstaan. Maar is dit echt niet tocht? Ja, weet ik, maar het lampje brandde net rood. Dan is de deur maar even dicht. Dat is weer een suburbanisatie, terug van de stad naar het platteland. Ja, dat is goed, maar dan mag de deur niet dicht. Ja, dan mag de deur nu dicht. Waarom mag een vrouw niet dicht? Als een deur open. Dan de Randstad. Als je een kaart van Nederland bekijkt, en dan met name waar veel mensen wonen, dus een bevolkingsdichtheidkaart, dan zie je dat het merendeel van de mensen in Nederland woont in het gebied tussen Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in. En dat is het gebied dat wij noemen de Randstad. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet één stad, maar het is wat je noemt een, met een moeilijk woord, een polycentrische agglomeratie. Klinkt heel moeilijk, maar valt mee. Poly is meer. Centri komt van centrum, er zijn meerdere centra. Meerdere centra, want je hebt Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Leiden, Haarlem, Amsterdam, allemaal belangrijke centra in het stedelijk gebied. Dus mocht je het een keer zien, het begrip polycentrisch, nou ja, we hebben hier gewoon te maken met meerdere centra. Er is niet één kernstad, maar er zijn er in dit geval 7. Nou. Ze noemen op Europees niveau dit wel een metropool. Een metropool is vaak één grote stad, maar omdat al die steden zo dicht bij elkaar liggen, beschouwen ze het in Europa als een eenheid. En daar komt dus die term Randstad vandaan, aan de rand van Nederland. Volgen jullie het nog? Want dit is best even ingewikkeld, omdat je best wel lastige begrippen krijgt die iets zeggen over hoe zo'n gebied eruit ziet. Ja, dan gaan we verder. Op dit plaatje kun je dat nog een keer heel goed zien. Wat zijn de polycentrische agglomeraties op dit, wat zijn de centra, laat ik het iets makkelijker maken, op dit kaartje? Wie? Wat zijn de centra op dit kaartje? Zeg maar. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Uitstekend. Precies. Dat zijn de belangrijkste kerncentra in deze polycentrische agglomeratie. Moet eens kijken hoeveel stipjes erop staan. Allemaal kleine centra bij elkaar. Ja, zelfs Lelystad staat erop. Alleen die valt een beetje erbuiten natuurlijk.
Waarom noemen we dit nou? Lina, kom op. Ja, dat heb je helemaal niet nodig. Waarom is dit nou zo belangrijk? Pippi, kijk uit. Hier moet ik kijken, niet achter je. Ik heb je al gewaarschuwd. Manuel. Hier is het bord, niet achter je. Als je kijkt naar zo'n agglomeratie. Dus zo'n groot gebied met allemaal steden erin. Dan komen mensen daar graag naartoe. Ze hebben allemaal zo hun redenen om de stad te bezoeken. Nee, het zijn jullie met z'n drieën. Ik heb gezegd dat ik niet bleef waarschuwen. Dus Puppy, ga jij maar even hier eens tafel naar voren. Yes. Mensen hebben zo hun redenen om naar een stad of naar een stedelijk gebied te willen. En hier staan er meerdere redenen. Bijvoorbeeld bedrijvigheid en voor werk. Er is openbaar bestuur. Wat is dat nou? Denk aan een gemeente. Denk aan Den Haag, het bestuur van Nederland. Eerst kennis, er zijn universiteiten, hbo's, opleidingen, cultuur, musea, recreatie, kipfout. Denk dan aan bijvoorbeeld pretparken. Maar denk ook aan hoofdkantoren van belangrijke multinationals, van grote belangrijke bedrijven. Er zijn rechtbanken, zelfs hier in Lelystad is een rechtbank. Er zijn universiteiten en opleidingen, wat ik net al zei, bijvoorbeeld in Almere. Een concertgebouw in Amsterdam. En je moet je voorstellen dat hoe meer van deze dingen een stad heeft, hoe meer mensen er op zo'n stad afkomen. Niet voor niets dat bijvoorbeeld Amsterdam heel erg populair is. Want die heeft ze allemaal. Maar er is wel iets heel belangrijks. Stel je voor, je hebt een grote stad met al die functies, maar er is geen weg naartoe. Dan is er een probleem. Wat is dan het probleem? Precies, niemand komt er. Dus een voorwaarde om zo'n stedelijk gebied goed te kunnen ontwikkelen zijn snelwegen, zijn treinen, zijn mogelijkheden om in de stad te komen. Die heb je nodig. Gelukkig heeft Nederland heel veel snelwegen. Kijk naar deze kaart, al die zwarte lijntjes zijn snelwegen. Maar er valt je misschien iets op aan deze kaart. Als je het hebt over infrastructuur, over wegen, wat valt je op als je naar deze kaart kijkt? Allemaal samen in Utrecht. Ja, dat is inderdaad goed. Utrecht is een knooppunt, maar ik bedoelde eigenlijk iets anders. Heeft iemand een idee? Wat valt je op als je naar de kaart kijkt? Je kunt ook kijken naar de bebouwing. Daar is ook iets zichtbaar in. Het gaat allemaal via het Oranje. Ja, nou dat is ook logisch, hè? Want wegen zijn juist naar steden belangrijk. Ja. Nou, wat ik eigenlijk... Ja? Weinig wegen. Precies, er zijn heel weinig wegen op het platteland. Het Groene Hart. En dat betekent dus dat als wij vanuit Utrecht bijvoorbeeld naar, nou ja, zeg maar naar de Bollevelden in Lisseren, die hier ergens liggen, dat we altijd via Amsterdam of via Rotterdam moeten. Er is geen weg recht doorheen. En dan ontbreekt er dus, wat ik net zei, een goede ontsluiting. Goede wegen. Dus je ziet dat dat heel belangrijk is. Hier zie je die kaart nog een keer. Waarom is Lelystad, en dan moet je eigenlijk nog even verder denken, die loopt natuurlijk wel een weg, goed ontsloten? A, omdat we via Almere snel in Amsterdam zijn. En B, dat je via de Markerwaarddijk, de Houtrichtdijk, heel snel bijvoorbeeld in Enkhuizen komt, naar Purmerend gaat, of in ieder geval naar het noorden van Nederland, noordwesten, kunt komen. Dus de ontsluiting is hier heel goed. Als je bijvoorbeeld hier woont in Spijkenisse, ja, dan heb je een probleem. Daar heb je alleen maar provinciale wegen. Dus dan duurt het heel lang voordat je in Rotterdam bent. Goede bereikbaarheid is heel belangrijk. Amerikaanse steden, die maken continu gebruik van goede ontsluiting. Want de auto was in Amerika natuurlijk al heel vroeg in de 20e eeuw belangrijk. Denk aan die T-Fordjes van Henry Ford. Die had hij, maakte hij, en was voor bijna alle Amerikanen waren die, zeg maar, beschikbaar. En we gebruiken eigenlijk altijd dit model. Dat noemen ze het model van Burgess, dat is de man die het heeft bedacht. En zoals je ziet, het is wat je noemt concentrisch. Het zijn allemaal ringen om elkaar heen. En gemiddeld genomen is een Amerikaanse stad echt zo opgebouwd. In het centrum, Central Business District, denk aan Manhattan, veel hoogbouw.
Je had de oude industriële gebieden met goedkopere woningen voor die arbeiders die daar vroeger waren. De rijkere woningen, dan de duurste en dan helemaal buitenaan heb je de suburbs. En wat ik met jullie wilde doen, ik heb vier plaatjes. En die vier plaatjes horen bij één van die ringen. En ik wilde met deze beginnen. Welk cijfer zou bij deze foto horen? 1. 1, want? Het is heel mooi. Hoogbouw, precies. Zo'n Manhattan, hè, is het centrum van een stad. En je vindt daar multinationals, dus grote wereldwijde bedrijven, die daar een vestiging hebben, maar ook notariskantoren en al dat soort bedrijven. Die zitten in de binnenstad. Dan, welke foto zou bij 2 horen? Welke foto hoort bij 2? Die of die? Deze. Je zit inderdaad een fabriek. Dat zijn inderdaad de fabrieken die oorspronkelijk stonden in het gebied in 2. Maar die zijn vaak nu verdwenen, omdat het natuurlijk niet zo goed is om zo'n stinkende fabriek in je binnenstad te hebben. Dan, 3. De working class. Die? Die? Deze. Waarom denk je dat deze daar staan? Ja. Veel huizen, maar zijn dat denk je working class huizen, dus mensen? Precies. Dus, dan blijft er 1 over. Dit soort woningen, die zie je veel in die gebieden, zeg maar, net rondom de industrie. Maar ook iets verder naar buiten. Hoe verder je naar buiten gaat, hoe luxer de huizen worden over het algemeen. En dan buiten die vierde ring, dus ring 5, heb je de high class, ofwel de suburbs. En nou, voor de mensen die ooit in het verleden of nog wel eens The Sims hebben gespeeld, zullen dit soort plaatjes misschien herkennen. Het voorbeeld van een suburb. Vaak vrijstaande huizen, groot, groen, maar soms ook allemaal hetzelfde. En daar wonen dan ook de rijkste mensen in Amerika. En het is heel anders dan in Nederland, hè. Als jij in Nederland in je werk promotie maakt, blijf je vaak gewoon lekker in hetzelfde huis wonen. Maar in Amerika komt het voor dat mensen ervoor kiezen dan naar een wijk te verhuizen waar meerdere mensen van hun niveau wonen. En dat is heel anders dan dat we dat hier kennen. En dat is dus heel anders. Dit is een ander model, die hoef je niet te kennen. Het model van Hoyt werkt op dezelfde manier, maar die mag je vergeten. Het gaat dat je deze kent en eventueel zou kunnen tekenen. Dus dat je weet wat waar zit. Hij staat hierin, staat ook in je boek voor een deel, maar je kunt hem sowieso terugvinden in de PowerPoint. Dan de Nederlandse stad. Dat is een heel ander verhaal. En vergeet even Lelystad en vergeet even heel Flevoland, want dat is gepland. He, daar heeft iemand achter een tekentafel gezeten en die heeft gedacht van nou, we doen daar een wijk, we doen daar een wijk enzovoort. We hebben het hier over steden die, zoals je dat noemt, organisch gevormd zijn. Er is ooit eens een keer iemand gekomen die dacht van goh, laat ik hier eens een huis neerzetten van boerderij. En daaruit is zo'n stad ontwikkeld. Het oude centrum, daar staat hier met CBD, maar eigenlijk vind ik dat een beetje gek. He, dit is nog uit de buitenlandmethode ook gekomen. De oude binnenstad, daar heb je helemaal geen echte hoogbouw in Nederland. Ga maar eens naar Amsterdam. Jullie zijn vast wel eens een keer op de Dam geweest. Nou, daar heb je geen Central Business District met hoge torens. Daar heb je allemaal oude gebouwen. En dat is vaak ook zo, als je een echte oude stad hebt, zoals bijvoorbeeld Amersfoort of Hilversum of Deventer, bij mijn part Zwolle, heb je een oud centrum met oude huizen met een gracht eromheen. En dat is je binnenstad. Dan heb je daar omheen de 19e eeuwse huizen. Die zijn dus letterlijk in de 19e eeuw, dus tussen 1800 en... tussen 1800 en 1900 zijn die gebouwd. Dan heb je naoorlogse wijken, dat zijn vaak flats. Misschien hebben jullie dus een foto gezien van de Bijlmer, hè, in Amsterdam. Nou, een voorbeeld van zo'n naoorlogse wijk. En dan heb je laagbouw, jaren 70, 80. Dat is moeilijk om er een voorbeeld bij te verzinnen. Daar zeg ik altijd van, denk aan Lelystad. Denk aan een wijk als Galjoen of Jol. Dat is een typische wijk die ontstaan is in die periode. Waarom is dat nou zo'n typische wijk? Dan ga ik heel even een klein tekeningetje maken. Stel je voor, je bent voor het eerst in Galjoen. Wat gebeurt er gegarandeerd? Wat gebeurt er gegarandeerd als je in Mjol of in Galjoen voor de allereerste keer daar zou komen? Je schrikt je rot. Dat kan. Oh, je bent een
Het gaat niet om criminaliteit. Het gaat om wat er gebeurt met jouw zeggen. Je wordt neergestoken. Het gaat niet om criminaliteit. Je ziet het boven. Ik doelde de wereld dat je de weg kwijt raakt. Dat is ook waar. Je raakt de weg kwijt. En dat komt omdat je... Je hebt niet... Kijk, je hebt niet zoals in, zeg maar, jaren 30 of eerdere wijken, een hoofdstraat met zijstraten met huizen eraan, zeg maar. Maar je hebt te maken met één hoofdweg die stopt. En weet je hoe we dit noemen? Dit noem je een bloemkoolwijk. Allemaal van die naar binnen gekeerde hofjes. Een bloemkoolwijk. Ja, dat is de officiële benaming in de planologie voor zo'n wijk. Dat vind je heel vaak terug, niet alleen in Lelystad, maar ook in andere steden. Daar. In die laagbouw jaren 70-80. Maar dan heb je nog een nummertje en die staat niet op de kaart. En dat heb ik expres gedaan. Want, vergelijk, wat voor wijk, denken jullie, hij is er ook in Lelystad, zou zich helemaal buiten aan de rand van de stad hebben ontwikkeld? Landbouw? Nee, het gaat om huizen, niet om landbouw. Landerijen? Bijvoorbeeld, of? Branden? Precies. Dat zijn wijken die zich na 1990 hebben ontwikkeld. En dat noemen ze wel Phoenix-wijken. Heb je dat begrip al een keer gehoord, Phoenix? En dat zijn de laatste nieuwe wijken. De opbouw van de stad. Heel veel Nederlandse steden, zoals Utrecht bijvoorbeeld, hebben zo'n Phoenix-wijk aan de rand van de stad. En in Utrecht is dat Leidse Rijn. En Leidse Rijn is ondertussen groter dan de oude stad Utrecht. Dus kun je nagaan hoeveel huizen daar zijn gebouwd. Een soort suburb in Nederland. Nu gaan we eens even kijken naar de 19e eeuwse wijken in Amsterdam. We gaan naar de Jordaan. Wie van jullie is er wel eens in de Jordaan in Amsterdam geweest? Ik ken een liedje van de Jordaan. Je kent een liedje van de Jordaan. Nou, dan heb je in ieder geval enige kennis. Nou, dat is mooi. Die huizen in de Jordaan die werden gebouwd in de 19e eeuw, voornamelijk voor arbeiders. En je moet je voorstellen dat op een gegeven ogenblik... Manuel, even opletten uitbenen. Je moet je voorstellen dat die huizen op een gegeven moment helemaal niet meer voldeden aan de wooneisen. Dus mensen gingen suburbaniseren. Die vertrokken massaal naar het platteland en die huizen kwamen leeg te staan. Wat er dan gebeurt, is dat jonge, hoogopgeleide mensen die wat geld hebben, zo'n mooi pand kopen en dat helemaal gaan moderniseren, renoveren, isoleren, opknappen enzovoorts. En daardoor knapt zo'n hele wijk natuurlijk enorm op. Moet je je voorstellen dat heel veel mensen gaan investeren in die huizen die eigenlijk niet meer voldeden. En dat is wat er ook staat, verpauperde sociale huurwoningen. Het waren vaak huurwoningen, dus die waren van een huurcorporatie. En die worden dan opgeknapt. Nou, het gevolg is dat mensen aantrekt. Andere huizen worden ook opgeknapt, dus de wijk die gaat vooruit. Maar er gebeurt ook iets, want het soort bewoners van de wijk verandert. Denken jullie dat... Als zo'n halve wijk gevuld wordt met juppen, dat positief is voor de oorspronkelijke... Een jup is een hoogopgeleide jong persoon. Denken jullie dat goed is voor de oorspronkelijke bewoners of niet? Nee. Waarom niet? Ja. Maar zijn juppen niet aardig? Zijn juppen niet aardig dan? Nou, je moet je voorstellen dat het een heel ander soort mensen zijn. Echt stadse bevolking. Hè, en sommige mensen in de Jordaan praten ook nog echt plat Amsterdams. Dat klinkt natuurlijk heel anders dan een hoogopgeleide kakker van buitenaf.
Hier zie je het ook, twee foto's. Oorspronkelijke bewoners die in protest komen. Hè? Zakkenvullers graaien in de Javastraat, buurtbewoners verdreven tegen de uitverkoop van de buurt. Maar niet alleen in Nederland, hè? Duitsland. Joepie raus, ze willen die juppen eruit hebben. Dingen in steden veranderen. Ik heb hier een foto geplaatst van een Chinatown. Waar zou dit zijn? Nederland. Het is inderdaad Nederland, maar waar zou het zijn? Iemand in de welke stad? Amsterdam. Ah, het is verder weg van hier dan je denkt. Rotterdam. Arnhem. Nee, het is Den Haag. De Wagenstraat in Den Haag. Vlakbij zeg maar, het parlement heb je een straat. En er wonen heel veel mensen van Chinese afkomst. En dan zegt het Haagse Chinatown. En dat is wat je noemt een transnationale samenleving. Wanneer er etnische groepen in onze samenleving komen wonen. Die afkomstig zijn uit het buitenland. Nou ja, daar hebben we natuurlijk een heleboel mensen van. Ja. Ja, je hebt ook een Chinatown in New York. Je hebt ook een Chinatown in Los Angeles. In New York heb je Little Italy. Daar wonen de Italianen. Een Joodse wijk heb je ook. Dan de laatste. We gaan eventjes naar Azië. Dames en heren, nog eentje en dan ben ik hier doorheen. Wat valt je op als je naar deze foto kijkt? Ja, je ziet inderdaad scheiding. Je ziet hier de oude woningen. Singapore was oorspronkelijk natuurlijk een kolonie. Met dus, ja, een beetje op Europa geënte gebouwen. Alleen is Singapore een van de rijkste gebieden in Azië. Dus dat betekent dat er heel veel mensen willen wonen en werken. Wat gaan ze doen? Verdichten. Dat wil zeggen, zoveel mogelijk mensen per vierkante meter huisvesten. En dan ontstaan er dit soort, nou ja, torens. Waar dus dan dus zoveel mogelijk mensen ingepropt worden. Op zoveel mogelijk, ja, plek. Meer woningen per hectare. Dus je moet je voorstellen. Stel dat dit lokaal één woning is. Één huis. Dat betekent dat je hier bijvoorbeeld met twee mensen woont. Nee, bijvoorbeeld. Ik gebruik het als voorbeeld. En hierboven heb je je zolder en dat is alles. Je hebt een tuintje eromheen. Dan heb je dus, nou, hoeveel vierkante meter zal dit zijn? Dit lokaal zal zijn. Nou, wat zal het zijn? 7 bij 7. Zoiets. Nou, maakt niet uit. Dan gebruikt de grond dus 10 bij 7 meter. En dat is alles. Maar wat nou als je hierboven 200 verdiepingen zet? In eerste instantie kon je 2 mensen kwijt. Op dit stuk grond. Maar 2 keer 200 is 400. Dus dan kun je ineens 400 mensen kwijt. Ja, dan ga je dan weer. Op dezelfde grond. Nee hoor. Nou, dat is maar. Het is theoretisch. Het is theoretisch, maar wel. Dat is verdichting. Kijk, je kunt ook in een caravan gaan wonen. Dan heb je heel veel ruimte om je heen, maar heel weinig mens. Als je dan een torenflat hebt, van 10 verdiepingen, heb je ineens flat. Precies dat gebeurt daar. We zijn er doorheen. Zijn er nog vragen? We gaan jullie lekker aan het werk.